Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met... Mo Hersi, deze Almeerse comediant en podiumkunstenaar, schreef een boek over inburgering en woensdag komt het uit. Het boek heet De Inburgeringscursus voor Witte Mensen. Goedemorgen Mo. Zeg, 34 jaar geleden ben jij gevlucht met je familie uit Ethiopië. Hoe was dat? In die periode was het dat we nog heel erg in dit land, hè, Nederland dan, en ook in Europa, wel heel erg liefhebbend waren na vluchtelingen. Dus wij werden wel destijds wel goed opgevangen eigenlijk. Maar als je nu kijkt naar zo'n 30 jaar later, ja, is het natuurlijk wel heel anders. Hoe wij omgaan met vluchtelingen en met migranten ook destijds. Dus er zit een heel groot verschil tussen toen en wat er nu is. Ja, en hoe anders dat geworden is, was dat voor jou aanleiding om dit boek te schrijven? Ja, want kijk, uit onderzoek blijkt nu dat Nederlanders vinden dat de polarisatie in ons land stijgt. Hè? En vele Nederlanders, waaronder ook een aantal gerenommeerde politici, ja, die vinden dat de multiculturele samenleving mislukt is. Klopt, die is ook mislukt. Maar dat komt wel door de Nederlanders. Want ja, de afgelopen jaren hebben wij voornamelijk mensen van kleur de verplichting opgelegd om zich in te burgeren en te integreren. En dat hebben ze ook allemaal gedaan. Alleen wat je dan ziet is dat de Nederlanders een beetje achterblijven. Hè? En integreren is toch eigenlijk twee dingen in elkaar op laten gaan. Hè? Dus dat samenvoegen van elkaar. Ja. En uit cijfers blijkt nu ook dat wij tot met 2050 2 miljoen mensen erbij moeten krijgen om de vergrijzing in ieder geval aan te vechten. En dat betekent 60.000 migranten per jaar die dan naar Nederland moeten komen. Mm-hmm. En om de polarisatie nog groter te maken, dacht ik van ja, dan heb ik dit boek geschreven. Mm-hmm. De inburgeringscursus voor witte mensen. Om die kennismakingsgesprekken beter te verlopen en die culturen juist te verenigen. Okay. Want ik vind hoe meer culturen je met elkaar kunt delen, hoe rijker en mooier we Nederland kunnen maken. Maar Mo, je zegt, zijn steken laten vallen door de mensen die hier al woonden. Hoe zit dat dan? Nou ja, kijk, we hebben voornamelijk de verplichting opgelegd aan mensen van buitenaf om zich aan te passen aan de Nederlandse normen en waarden. En dat was in het begin, kon dat nog gewoon. Maar op een gegeven moment moet je ook met elkaar meegaan, hè, in de samenleving. Het is niet eenrichtingsverkeer. Hè. We hebben een samenleving, hè, dus het is ook samen. En ja, ik verwacht dat had daarin dat wel nu op dit moment. Hè, we hebben nu ongeveer 70 jaar een multiculturele samenleving. Dat een gemiddelde Nederlander wel misschien 5 of 6 woorden Surinaams kan of Turks kan of Arabische taal kan spreken. En dat is er niet. Hè? Dus we hebben nog steeds vaak het gesprek over de ander, over de andermans culturen, terwijl het ook gewoon onze culturen onderhand zijn. En daarin mis ik dat cohesiegeluid in ieder geval. Dus vandaar dat je die polarisatie ook ziet. Hè? Dat het wij-zij denken, hè? Wij versus de ander. Ja. En dat klopt gewoon niet. En dat zie je heel vaak in die kennismakingsgesprekken opkomen, wanneer mensen meteen al vragen eigenlijk, nou, waar kom je vandaan? Waar kom je echt vandaan? Waar komen je ouders vandaan? En waar liggen je roots? En dan denk je, waarom stel je die vragen eigenlijk? En die vragen hebben helemaal geen bedoeling. Je probeert er eigenlijk mee te levelen. Ja, maar die vragen die kloppen niet. Dus ik heb in mijn boek 10 vragen bedacht. Die eigenlijk ervoor zorgen dat je een hele goede verbinding met iemand kan maken. Op een respectvolle manier waarbij je elkaars cultuur nog beter kan leren kennen. Oké, mag ik je een voorbeeld geven, Mo? Ik woon zelf in Friesland. En Friezen die laten zich daar juist heel erg op voorstaan. Hè? Ze wordt gevraagd van, ook al wonen Friezen dan bijvoorbeeld in Brabant of in Limburg. En als ze dan vertellen, dan zeggen ze van, maar kom wel uit Friesland. Er is toch niet zoveel mis om uit te dragen waar je roots vandaan komen? Zeker niet, maar dat moet je niet in je nadeel gaan werken. Hè? Dus dat je daardoor bijvoorbeeld in een bepaalde buurt komt te wonen. Of dat je daardoor benadeeld wordt door de belastingdiensten. Of dat je een andere naam hebt, dat je daardoor dan geen werk kan vinden. Of net als onlangs ook uitgebracht is dat de woningsmarkt, dat de arbeid, in ieder geval discriminatie daarop is. Dat moet dan niet toe leiden. Het moet juist iets verenigen. Het moet juist iets moois brengen, dat je elkaars culturen kunt delen. Als jij zegt, ik kom uit Friesland, prachtig, weet je wel. We hebben heel veel Friese boeren bijvoorbeeld in Ethiopië zitten. We hebben een hele mooie verbinding daarin. Daarin hebben wij nu al een hele mooie verbinding. En dat is prachtig om dat met elkaar te delen. Alleen, ik merk heel vaak dat wij hier in Nederland echt in de afgelopen tijd ook echt gewoon heel strak tegenover elkaar zitten. Terwijl eigenlijk we veel meer gemeen hebben met elkaar.
Maar ik merk daarin wel dat heel veel vluchtelingen, heel veel migranten zich enorm hebben ingespannen om in te burgeren en te integreren. En ja, dat je toch ziet dat in de afgelopen tijd dat ja, voornamelijk Nederlanders niet hetzelfde gedaan hebben. En dat vond ik ja, heel vreemd en raar. Ja, en ik dacht, nou, daar schrijf ik een boek over. Okay. Maar Mo, ben je niet bang dat mensen zullen zeggen, ja, hallo, jij kwam hier met je familie wat later. Ik was hier al eerder. Jij pas je maar aan. Ja, klopt. Dat zeggen heel veel mensen. Je pas je maar aan. Maar als je kijkt naar Nederland zelf. Hè, Nederland is opgebouwd vanuit verschillende culturen. Is opgebouwd vanuit, nou, hè, in eerste instantie natuurlijk. Als we kijken naar de VOC-mentaliteit. Waar, hè, wat het heerste in de vorige eeuwen op slavernij. We hebben andermans culturen eigenlijk, eigenlijk vernietigd. Min of meer. En we hebben die mensen allemaal naar Nederland gehaald. We hebben gastarbeiders gehad hier in Nederland. Dus ja, jij kwam hier naartoe. Hè, dat is zo niet zo. Want wij zijn ook daar. Hè. We hebben ook heel veel bij Afrika weggehaald. We hebben heel veel in Azië weggehaald. Noem het maar op. Dus we zijn eigenlijk opgebouwd vanuit die verschillende culturen. Dus Nederland is even goed van mij als van iemand anders die hier in Nederland is. Dus we hebben evenveel rechten daarin. En als je ook kijkt naar de wereldgrondstoffen, 30% komt uit Afrika. Dus ja, we hebben eigenlijk die migranten die in Afrika zitten of de vluchtelingen, die hebben wij harder nodig dan dat zij ons nodig hebben eigenlijk. Juist. Nou, als ik je zo hoor, Mo, dan denk ik, nou, het begint natuurlijk allemaal bij begrip. En ja, dan komt jouw boek natuurlijk ook weer in beeld. Want het is volgens mij, ik heb het gelezen, ook bedoeld om door discussie begrip voor elkaar te krijgen. Maar wie moet vooral nou dat boek gaan lezen van jou? Nou, het zijn voornamelijk mensen die nu op dit moment op zoek zijn naar verbinding. En ook zoiets hebben van, ja, waar gaat eigenlijk ons land naartoe? Hè? We willen juist verenigen. En voor die mensen is dit boek echt een fantastisch boek. Omdat het eigenlijk ook een bepaalde spiegel is. Hè? Je zit er een aantal lege bladzijden ook in bewust. Om vanuit je eigen ervaring dingen op te schrijven. Hoe jij dingen doet. En dat dan te vergelijken natuurlijk met andere mensen. En daar dan juist die vergelijkenissen of die gelijkenissen op te zoeken. En daar dan die verbinding in te vinden. Ja, ja. Dus het is heel mooi voor jongeren. Hè, van, nou, ik zou zeggen plus 12 tot en met 25 jaar. Maar ook voor oudere mensen is hier natuurlijk ook heel goed. Die zoiets hebben van, nou, ik wil toch meer mensen leren kennen binnen mijn kenniskring. Ja. Hè, dan heb ik het over mensen die normaal gesproken niet binnen in je groep valt. Dus, hè, dus buiten de standaard mensen die je eigenlijk ontmoet. Ga eens iemand anders ontmoeten eigenlijk die buiten je kenniskring valt. Mo, die witte pagina's, hè, daar gaan mensen dus op krabbelen. Althans, dat hoop je dan, hun ervaringen. Ben je benieuwd wat ze opschrijven? Wil je dat terugzien als ze dat even e-mailen met de foto? Jazeker. Ja. Ik heb ook in mijn boek mijn e-mailadres staat er ook in beschreven. En daar kunnen mensen mij... dat is ook de opdracht. Hè. De opdracht die ik mensen, de lezers meegeef is dat zij voor het komende jaar 10 nieuwe mensen moeten leren kennen. Via vrijwilligerswerk of via een wandelvereniging. En aan het einde heb ik ze eigenlijk de opdracht gegeven om hun ervaringen met mij te delen. Via de mail kunnen ze dat dan doorsturen. En dan hoop ik dan aan het einde daarvan weer een nieuw boek te maken. Om al die ervaringen juist daarin mee te nemen. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn om aan het eind van het jaar zo'n boek te hebben met allerlei ervaringen van Nederland, met allerlei verschillende ervaringen met mensen die zij nog nooit ontmoet hebben. Ja, dat is fantastisch. Natuurlijk, juist. Almeerder Mo Hersi, nu ook schrijver. Hartelijk dank voor je toelichting op je boek Inburgering voor Witte Mensen.